Ik had een start-up en ik dacht, nou gaan we eindelijk gaan we mensen ontmoeten en gaan we business maken. En nou ja, toen dacht ik, nou nu gaan we van tevoren meetings kunnen plannen. Maar nee, ik moest vragen om een event attendielijst. Ik ging die mensen mailen, mensen vonden me pushy. Ik dacht, nou, wat komt Matthijs nou doen? Waarvoor moeten we nou weer meeten? En ik dacht van, nou, dat is wel heel veel moeite doen eigenlijk om een afspraak te maken. Terwijl daarvoor eigenlijk heb ik toch een paar duizend euro betaald om meetings te plannen met mensen. Dat is toch waar volgens mij events voor zijn. Dus ik kwam eigenlijk heel gefrustreerd deze eventbusiness binnen en ik dacht, nou, dat ga ik wel even veranderen. Het is me uiteindelijk ook gelukt, maar dat duurde wel 8 jaar. En wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben eigenlijk het stukje netwerken makkelijker gemaakt. Door de juiste mensen bij elkaar samen te brengen op basis van onderwerpen. Over de hele wereld doen we dat nu, 41 landen. En we zorgen er eigenlijk voor dat op basis van topic-based matchmaking, in plaats van AI of whatever, dat hele coole gedoe, zorgen we eigenlijk gewoon voor, als er een onderwerp is, dan is er een verbinding. En als er een onderwerp is, kan je mensen om dat onderwerp heen verbinden. En of dat nou destijds was het aan tafels, of dat nou aan tafels is, of one-on-one meetings, of een breakout, maakt niet uit. Maar we maken het makkelijk om de juiste mensen te ontmoeten op een event, door ze op basis van onderwerp te verbinden. Nou, ik ben ook blij dat Festivac inmiddels ook al een tijdje toch een beetje netwerktables gebruikt voor de netwerktours, volgens mij. Ja, netwerktours. Waarbij je van tevoren dus kan zien welke tours er zijn. Je kan inschrijven op een onderwerp die jij interessant vindt. En heel belangrijk, daarna ook kan zien wie er nog meer naar de tours gaan, zodat je daarna met die mensen kan connecten. Nou, op deze manier hebben we toen destijds de frustratie omgezet in een oplossing. En ik ben heel blij dat dat toen gelukt is. Maar waar ik nu eigenlijk mee rondloop na 8 jaar, is dat ik eigenlijk een beetje ben gaan uitzoomen en met name door COVID gaan kijken van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. We hebben een business die niet future-proof is, want als er maar één recessie komt, zijn we met z'n allen kapot. En ja, ik vond het niet zo leuk om te zien dat opeens in één keer al onze klanten, die ik alle jaren daarvoor had opgebouwd, had, allemaal hun abonnementen afzegden. Zo zijn er misschien ook bedrijven geweest die moesten opzeggen. Die om zijn gevallen, die afscheid hebben genomen van medewerkers. Uiteindelijk is dat gewoon shit. Dus ik dacht, als we nu niet iets gaan veranderen, als we weer gewoon zelf gaan doen wat we nu vandaag aan het doen zijn, dan gaat het niet goed. Dus, ik ben heel erg benieuwd om gewoon jullie eens mee te nemen in wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. En ik ben heel benieuwd, wie van jullie heeft er nou eigenlijk Netflix of Spotify? Kijk. Wie van jullie heeft wel eens dat je een aflevering kijkt en je denkt, nou, dat is zo interessant, weet je wat? We gaan niet verder kijken. Dat is eigenlijk heel raar, toch? Precies dat, eigenlijk dat, zijn we vandaag aan het doen op Festivac. We zijn naar een event aan het gaan. Ik kan nou lachen. Gaan we met z'n allen gaan we een beetje mensen ontmoeten, naar sprekersessies, noem maar op. Doen we na een jaar niks meer. Als je kijkt wat Festivac aanbiedt, zijn dat 250 exposanten, 40 topsprekers, 1000 event professionals. Eigenlijk wil je dus de hele dag door al deze mensen gaan ontmoeten. Dat is onmogelijk. We hebben maar 8 uur. Hoe kan je nou 250 exposanten ontmoeten? Hoe kan je nou 40 topsprekers zien? Dat kan eigenlijk niet. Eigenlijk doodzonde. Dus wat je eigenlijk ziet is, wat ik ga bijvoorbeeld volgende week ga ik naar Londen. Ga ik naar een beurs en dan ben ik daarna na 2 dagen helemaal kapot van alle meetings die we daar hebben. En eigenlijk ben ik dus de hele dag door aan binge-watchen. Voor de mensen die niet weten wat binge-watchen is, is dat je dus de hele dag door alle series van Netflix gaat afkijken, net zolang tot je dopa neervalt. Nou, dat is in feite hoe ik mij voel op events. En in feite ook wat we aan het doen zijn vandaag op Festivac. Ik weet niet hoeveel sessies jullie al hebben bijgewoond, maar je kan niet 40 sessies bijwonen op een dag. Als je de 20 interessant vindt, kan je er ook niet naar 20, misschien kan je er naar 6. Maar dan moet je daarnaast ook nog 8 meetings hebben, misschien langs 20 exposanten die je interessant vindt. Maar het is eigenlijk gewoon onmogelijk. We zijn geen robot. Dus ik ben heel benieuwd of jullie dit herkennen. Zeg maar dat je dus heel veel interessante dingen ziet, maar dat je eigenlijk een soort van keuzestress hebt. Wie heeft dat? Wie herkent dit? En hoe vind je dat? Kees. Nou, dat geeft wel een onrustig gevoel. Ja? Ja. En hoe pak je het meestal aan? Nou, hoe ik hier met zo'n folder pak, en dan ga ik eerst aanstrepen van alles wat ik leuk vind, en dan een keuze maken in, nou, dan kiezen. Lunchpauze er ook bij nemen, en ook wel inderdaad
tijd nemen om hier gewoon rond te slenteren, om maar gewoon op je af te laten komen. Dus een keuze moet maken. Voel je je geholpen eigenlijk bij het maken van je persoonlijk programma? Ja, dit helpt heel erg. Maar het is eigenlijk te laat. Ja. Want je hebt maar 10 minuten om even te kijken van, oh, wat. Oké. Nou, waren er ook wel heel veel mailtjes gestuurd en zo, maar die heb ik misschien niet geopend. Kijk. Top. Nou, dit is dus typisch zo'n voorbeeld van wie organiseert eigenlijk nog meer van dit soort shows, events, grote beurzen, congressen waar je dus eigenlijk dit doet. Top. Moet je echt gaan veranderen. Want, nou ja, het hoeft niet als natuurlijk gewoon de bezoekers komen, maar voor de eventindustrie is het niet heel goed. Want kijk, wat nou als we zeg maar zo'n event als dit, zo'n festivak, zouden gaan spreiden over een jaar. Ik noem maar even iets, hè, over 12 maanden. Wie snapt waar ik nu een beetje heen wil? Netflix, Spotify, nou, oké. Okay. Wat zou jij ervan vinden? Kees. Snap je dan zeg maar, hoe dat zou kunnen? Wat nou als we zeg maar het zouden opsplitsen in 12 maanden, waarbij jij 20 exposanten per maand zou kunnen ontmoeten, 3 topsprekers per maand zou kunnen zien en 8 event professionals zou kunnen ontmoeten? Oké. Okay. Kunnen ze niet, als oké, ik snap dat 5000 tot 12, 500 is. Je kan niet 500 meetings hebben. Maar je kan misschien wel van die 5000 mensen 8 elke maand eruit pikken. En die mensen ontmoeten. Wat zou je dan vinden? Wie zou dit willen? Niemand? We gaan met z'n allen gewoon weer één dag en dan geloven we het alweer. Zou jij dat willen, Kees? Nou, ik vind het wel lastig, want ik denk dat je het iedere maand doet. Dat je het dan 2 of 3 keer doet en daarna verdwijnt. Exact. Maar misschien hoef jij niet elke maand daarheen, want misschien is ze helemaal niet een interessante exposant voor jou die maand. Waar ik eigenlijk heen wil, is, dit zou heel mooi zijn, maar de vraag is dus, hoe zou je dat in godsnaam moeten doen, dat het ook echt succesvol wordt? Hoe zorg je ervoor dat een event opgedeeld wordt in een soort van eventseries, en dat mensen dus niet gaan binge-watchen, maar dat ze gewoon rustig op het moment dat zij het uitkomt, die aflevering hier gaan kijken? Nou, door te personaliseren. Dat is in feite ook wat bij Netflix gebeurt. En Netflix krijg je allemaal recommendations, Spotify ook, van nou, ik denk dat jij dit interessant vindt. Nou, als je dat doet, dan wordt het steeds makkelijker voor iemand als Kees, met zo'n boekje, te kijken van nou, wat is nou eigenlijk mijn persoonlijke programma? Welke events moet ik nou eigenlijk toe? En waar ik heel erg benieuwd naar ben is, dit zijn dus in feite always on events. En wie is eigenlijk geïnteresseerd om deze switch te gaan maken? Wie denkt dat het voor de hele eventindustrie beter is? Wie denkt dat, zeg maar, dat als je dit doet, als je naar een Netflix-model gaat, als je dan de volgende keer een pandemie krijgt, dat je dan wel overeind blijft staan? Ik ben daarvan overtuigd. Daarvoor wil ik met jullie eigenlijk gaan kijken en ook een beetje ingeving geven of een inzage geven in de afgelopen 2 jaar. Wat wij hebben gezien, de Always On Events die we hebben gedaan. Hoe hebben ze dat gedaan, wat hebben ze gedaan en waarom doen ze het? En eigenlijk stuk voor stuk doornemen. Want uiteindelijk is mijn doel nu, vanuit de frustratie die ik toen had, nu opnieuw. Van kunnen we niet zorgen dat die eventindustrie een stukje meer future-proof wordt? Dat het eigenlijk crisisbestendig is. En dat we eigenlijk dat gaan ombuigen naar een Netflix-model. Want tuurlijk, Videoland dacht, oh, het komt wel goed. Free Record Store ook, maar op een gegeven moment was gewoon Netflix en Spotify en bam, het was over. Dus eigenlijk wil ik kijken, kunnen we niet sneller zijn in Nederland, ook in het buitenland natuurlijk. In plaats van dat straks het moment is van, ja, events, de sponsoren komen niet meer, ze willen geen budget meer uitgeven, maar ze willen waarde. En dat laatste, dat is denk ik nu heel erg belangrijk om in te zoomen. Het probleem, wat we zagen, is niet dat er was niet heel veel, wat ik net heb laten zien, is dat er niet heel veel waarde wordt gecreëerd. Maar dat we ook niet future-proof zijn. Het probleem tijdens de pandemie was dat heel veel bedrijven omvielen. Dat ze allemaal om moesten naar virtueel. Er moesten heel veel dingen gebeuren. Vervolgens zitten we hier nu weer. En doen we alsof er niks gebeurd is. Sommige partijen proberen sessies te streamen. Maar ik zie hier nergens een camera staan. Okay. En hybride te maken. Oké, ala. Maar wat er eigenlijk niet gebeurt. Is het oplossen, duurzaam oplossen. En het future-proof. Nadenken van, nou, hoe kunnen we nou zorgen dat volgende keer, als er weer iets gebeurt, niet de hele markt opnieuw omvalt. En waarom ik het eigenlijk benoem, is dat toen COVID ontstond,
kwamen er heel veel cancellations, maar één groep bij ons bleef stil. En dat was een groep event communities. En die bleef gestaag doorgroeien. Dus wat we eigenlijk zagen is dat die groep eigenlijk recessiebestendig was. En hoe komt dat, kan je afvragen, is omdat zij gefocust zijn op waarde. Dus een community en always on event is eigenlijk een event die het hele jaar doorgaat. Dus je kan het vergelijken met de congres als festival, maar dan opgesplitst in deeltjes. En natuurlijk kan je nog steeds je jaar-event hebben waar iedereen bij elkaar komt. Maar daarna moet je wel door en zorgen dat je eigenlijk die engagement blijft houden. En daarvoor zeggen we always on. Als je dat doet, kan je misschien ook, chill, misschien voor haar interessant, abonnementen gaan verkopen. Al is het 30, 40 euro per maand, in plaats van een gratis ticket naar Festivak. Is Festivak zeg maar de gratis locker, dat is een freemium model. En kan je daarna, als je door wilt, als je expressant wil blijven, als je deelnemer wil blijven, als je spreker wil blijven, kan je doorgaan in de community en het hele jaar door kan ik toegang krijgen tot jullie allemaal. Ga ik natuurlijk niet hetzelfde verhaal vertellen, want dan komen we niet meer. Maar misschien kan ik wel rustig met jullie opvolgen. Hierna gaan jullie allemaal naar buiten, zie ik jullie niet meer. En dan hoop ik nog maar een keertje dat we elkaar zien en dat we kunnen opvolgen. Terwijl in zo'n community, en je herkent wel van een netwerkclub of een vereniging, bouw je eigenlijk veel meer een relatie met mensen op. Dus het is heel zonde. Een vereniging die wil wel 5000 leden, maar die heeft het niet. Festivak heeft dat gewoon in haar handen, maar doet er niks mee. Dus wat wij eigenlijk zeggen, doe wat met events. Turn one day of multi-day events in always on events. Events die dus nooit stoppen. Waardoor je dus eigenlijk veel meer waarde kan leveren aan je bezoekers, sponsoren, deelnemers. Dus wat betekent dat? Over 3 jaar zijn je deelnemers members. Oh, zijn je tickets die je verkoopt, subscriptions, die elk jaar opnieuw terugkeren. En zijn eventorganisaties community managers. Want eventorganisaties vinden momentum fantastisch. Die leven toe naar een moment en dan hebben ze een event en is het feestje. In feite is bij als community manager heb je het hele jaar door lang feest. Is hier iemand een community manager? Nee? Zijn er alleen maar event managers? Hoe zouden jullie het vinden om community manager te worden? Dat je dus het hele jaar doorlang eigenlijk mensen verbindt, wat je doet, dat het hele jaar door doet en ze voedt met informatie. Dan kan je toch veel beter gaan luisteren naar je deelnemers of naar je sponsoren en eigenlijk gaan adjusten en zeggen, nou, je hebt aangegeven dat je wel wat meer peer group meetings wil. Nou, weet je wat, we gaan meer peer group meetings doen. Festivak moet weer een jaar wachten. Volgend jaar doen ze misschien iets anders, maar ja, is het weer helemaal niet relevant. Dus je kan die verbeteringscyclus helemaal niet terugzien. Wat voor impact heeft dat nou eigenlijk? Als ik nu zeg dat het 1000% increase in alles is, geloven jullie natuurlijk niet. Dus ik ga het je laten zien. Als je, net het voorbeeld van net, als jij 20 meetings normaal deed op een event, doe dat nu keer 12, kan je 200 meetings over een jaar verspreiden. Als jij 6 naar 6 kennissessies ging, kan best, vandaag, kan je er nu naar 60. Als je 500 tickets elk jaar verkoopt en daar elk jaar hetzelfde marketingbudget voor uitgeeft, geef je dat nu uit aan nieuwe leden, aan nieuwe members. In feite is zo'n bedrijf, zo'n eventbedrijf, een lege huls. Want er moet nog maar kijken of er tickets worden verkocht als je het over een commercieel event hebt, waarbij je afhankelijk bent van sponsor of ticketgeld. Terwijl de bedrijven die community zijn, die bouwen eigenlijk echt, dat zijn eigenlijk gewoon SaaS-bedrijven. Die bouwen eigenlijk een soort van subscriptions op, die je elk jaar stapelt, waardoor eigenlijk de waarde van zo'n bedrijf ook veel hoger is. Nou, misschien voor jullie niet interessant als jullie geen commerciële events organiseren, maar gewoon wil zorgen dat de juiste mensen elkaar ontmoeten. Wat wij nu doen, als NetworkTables zijnde, wat ik toen zeg maar 8 jaar geleden probeerde te doen met netwerken verbeteren, is wij proberen nu eigenlijk één ding te doen. En daar heb je niet genoeg aan, je hebt meer nodig. We hebben één plek, één event community platform. Kun je ook googlen, event community platform, dan vind je er vast een paar. Die ervoor zorgt dat je eigenlijk always on events kan runnen. Die dus daar eigenlijk echt op gefocust is. Dat je die engagement hoog houdt binnen je event community. En wij focussen op event-led en member-led. Dus dat betekent dat we niet een forum hebben met allemaal content en dingen om te lezen. Nee, we zijn echt voor communities. Die gaan over events. Die dus bestaan uit events, ontmoetingen en uit mensen. Wat je nog meer nodig hebt is een CRM.
een betaalsysteem, dus een Molly of whatever. Nou, die drie dingen samen kan jij eigenlijk morgen je community al mee lanceren. Dus je hebt natuurlijk je CRM nodig, die je koppelt aan zo'n tool als dit. Een betalingssysteem, waarbij je mensen triggert om misschien lid te worden. En dan heb je je Always On event. Voor wie speelt het, zeg maar, snap jullie hem een beetje? Snap je een beetje waar ik heen wil als je kijkt naar waarom ik wil dat de eventindustrie gaat veranderen? Niet omdat mijn platform wil verkopen, want we doen ook gewoon network, matchmaking voor congressen en trade shows. Maar wat ik niet meer wil eigenlijk zelf, is dat als er over een jaar weer iets is, bij wijze van spreken een oorlog, dat we niet kunnen samenkomen op een eventlocatie en dat eigenlijk al mijn klanten weer wegvallen. Dat wil ik gewoon niet en dat willen jullie denk ik ook niet. Want dan gaan we met z'n allen misschien twee keer zo zwaar kapot, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil eigenlijk dat we gaan kijken, kunnen we net als deze bedrijven hier, kijken of we de eventindustrie kunnen pivoten naar een model die gewoon echt duurzamer is. Dat betekent niet dat je totaal iets anders moet gaan doen, maar probeer eens naast je jaarlijkse event of naast je event, probeer eens te kijken of die dame erachterin je event kan verlengen. En kijk, probeer dus gewoon mee te testen van, hey, werkt het, is er behoefte aan, zo niet, stop je ermee. Zowel, dan kan je daar verder doorbouwen. Om dat te doen, ga ik jullie gewoon wat cases voorleggen. Van een aantal partijen die afgelopen jaren, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, die Always On Events hebben gerund. Ik leg gewoon kort uit waarom ze dat doen en hoe ze dat doen. En waarom dat soort type bedrijven daarvan gebruik maken. En dan wil ik eigenlijk kijken, wat hebben we geleerd en kunnen we kijken van zijn de vragen. Dit is gelijk de eerste en voor mij de meest belangrijke, want zonder hen waren wij nooit met communities begonnen en Always On Events. Zij kwamen in 2017 kwamen ze naar me toe en zeiden, ja Matthijs, we willen virtuele events organiseren. Ja, geloof wel. Ik geloof niet in virtuele events, maar doe maar. Pas onze software wel op aan, gaan jullie maar via Zoom linkjes het hele jaar door virtuele events doen. Later pas, begreep ik in 2018, wat de potentie er eigenlijk van was. En toen ging je dat ook pitchen, dat ik dat nu eigenlijk aan het doen was. Nou, we hadden geluk toen COVID kwam, want we hadden al een online oplossing. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wat zij doen als community is heel interessant. Ze doen het al 10 jaar. En ze hebben op een gegeven moment een freemium model gelanceerd, wat dus een succesvol maakt. En dit jaar ook overgenomen, we zijn verkocht. Dus ze hebben ook gelijk het businessmodel bewezen en de waarde van het bedrijf. Maar wat zij hebben gedaan is eigenlijk, ze hebben inmiddels 60.000 mensen, toen 30.000 leden. Die mogen allemaal gratis naar een festival. En dat is dan 3 weken lang, mogen ze allemaal gratis sessies deelnemen. Daarna worden ze gelijk eigenlijk gepusht om lid te worden. En dan mogen ze het hele jaar door verder met elkaar praten. Wat doen ze? Keynotes. En wat doen ze hier? Kan je je inschrijven op verschillende op follow-up sessions. Dus dat er een opvolgsessie is van deze sessie bijvoorbeeld. Waarbij je dan dus met elkaar verder kan praten over een bepaald onderwerp. En ze hebben roundtables, waarbij je met mensen, met andere leden ook in gesprek kan gaan. Dus je creëert eigenlijk een soort van community. En het hele jaar door hebben zij sessies. Fysiek, online, in elke vorm. En het gaat om dat je één plek hebt waar je alles bundelt. En voor hun is het heel belangrijk dat het dus visueel aantrekkelijk was. Dat je kan zien wie er nog meer komt. Dat het makkelijk is, dat je niet 100 wegen hoeft te doen of registratieformulieren hoeft in te vullen, maar dat je gewoon met 1 druk op de knop, klikken op join, zit er. Join, zit er en je krijgt automatisch reminders. Nou, dat is Webex. Dat is die vorige was een typische summit, dus eigenlijk een trade show conference. En dat laat eigenlijk zien hoe zij dat dan doen. Heel commercieel dus. iTanks daarentegen is een vereniging, een association. Nou, een association is typerend voor een partij die events organiseert voor haar leden. Haar leden zijn lid, dat is 1 groep. En er komen steeds meer leden bij. En je hebt ook partner events die ze dan promoten. Ze proberen eigenlijk innovaties te stimuleren. Nou, deze partij is in Rotterdam. En wat zij dus doen, is ze hebben heel veel events. Heel veel leden. En ze moeten steeds maar weer opnieuw e-mailmerges uitsturen. Mailchimps, ze hebben Mailchimps, ze hebben een website, ze hebben een app. Ze hebben eigenlijk allemaal tools. Waarbij ze allemaal losse dingen moeten doen om te zorgen dat die mensen naar die events toe komen. En ze hebben dan ook weer i-challenges, i-solutions. Ze hebben allerlei dingen bedacht om te zorgen dat ze dus het netwerk met elkaar verbinden. Nou, dat is enorm veel werk. Dus, wat vinden zij belangrijk? Automation. Dus wat zij belangrijk vinden is dat zij 1 plek hebben waar al hun events in staan. Vervolgens zetten ze deze tool op een website.
Dus het in een website verwerkt. En gaan eigenlijk alle leden naar een website toe. En daarbinnen levert dit platform. En kunnen ze met één druk op de knop voor alle events aanmelden. Krijgen ze automatische reminders. Kunnen ze ook als ze willen webinars in deze tool laten plaatsvinden. Of videocalls met elkaar. En ook als ze een jaarlijks jaar-event hebben. Kunnen ze daar gewoon al hun roundtables, one-on-one meetings, exposant stands, alle matchmaking die zeg maar wij als tool aanbieden, daarin terecht. Dus voor hun is dat eigenlijk één plek waarin eigenlijk alle verbinding eigenlijk plaatsvindt. Of het nou fysiek of online is, maakt niet uit. Dat loopt het hele jaar door. Snap jullie deze case? Heb je nog meer? Heeft iemand ergens een vereniging? Maar heeft iemand een association die beheert? En hoe doen jullie dat? Oké, okay, dus dat heb je wel gedaan. Hoe deed je dat eigenlijk daarvoor? Ja, was het ook iets. Het was gewoon, je had leden en... En hoe bracht je eigenlijk die leden dan onder de... Hoe bracht je die events onder de aandacht voor de leden? Wat? Voor de leden. Hoe bracht je die events onder de aandacht? Mailchimp. Ja. Website? Ja, ik heb dus heel vaak dat ik gewoon die mails mis. En dat ik gewoon die events daardoor ook mis. En ik mis dus eigenlijk een eventkalender. Dan zeg je, ja, dat kun je op onze website vinden. Ja, maar ja... Ik heb dat niet als startpagina aanstaan. Als ik zeg maar mijn dag begin, dan denk ik, nou, eens kijken welke events door Sales Effect daar worden georganiseerd. Dus, nou ja, dat is een case. Andere case, en dit is ook de laatste, is een accelerator. En bij een accelerator heb je eigenlijk een groep die allemaal zelf de workshop wil volgen, die allemaal mentoren wil ontmoeten, investeerders wil ontmoeten. Nou, voor een accelerator is het dus één terugkerende plek, bij veilige omgeving, één plek waar ze al hun informatie kwijt kunnen. En dus voor alle workshops kunnen aanmelden en ook mentorsessies kunnen inplannen. Dus ook accelerator programs voor startups. Dat zijn typische dingen, omdat je één doelgroep hebt, die terugkeert, die het hele jaar door met elkaar dingen doet, waarvoor dat geschikt is. Wat hebben we geleerd in 2021 van de partijen die je net zag? Het belangrijkste voor hun is automation. Daarnaast is een allergrootste vraag voor iedereen. Wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat die events eigenlijk always on blijven? Dus hoe zorgen we ervoor dat deze sessie hierna nog doorgaat? Nou, mensen willen zelf, leden willen zelf onderwerpen initiëren. En als ze dat doen, dan gaat iedereen daarop afkomen. Want het is veel interessanter dan weer een spreker die voor een bepaald onderwerp interessant is. Want die eventmanager moet het allemaal maar bedenken. En misschien is hij wel helemaal niet. Heeft hij wel helemaal niet gelijk dat dat interessant is. Dan weten de members het zelf het best. Oké, dit is een kleine feature, maar dit betekent eigenlijk dat als je virtuele events doet, dat je het eigenlijk automatisch onder mensen beschikbaar kan stellen. Zo bouw je eigenlijk dus die community uit. Nou, dat is wat wij hebben geleerd. Wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk gezorgd, ja. Ja. Dit is namelijk in de zakelijke markt. Ja. Netwerken voor de zakelijke doeleinden. Ja, maar als je kijkt naar Accelerate, is het natuurlijk niet heel zakelijk. Nee, want ik zit me af te vragen, zou je dit dus ook voor is de vraag wel eens aan jou gesteld om een leuk feest te doen, bijvoorbeeld? Ja, een festival, ja. Jaarlijks naar een festival gaat en je wilt die mensen die op dat festival komen weer ontmoeten, ja, dat... bijvoorbeeld, dan kom je maken met een dating app of zo. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik kan je daar niet bij helpen, maar ik wil wel dat hele idee, dat hele denken van wat je dus nu zegt, jij snapt hem. Gaan stimuleren, want kijk, wat jij zegt is helemaal gelijk. Je ga je dan naar Fiesta Macumba, ja. Event bijvoorbeeld. Ja, dan ga je heel Nederland. Dan verkoop je, koop je een ticket, denk je leuk, gaan we volgende, oké, oh shit, uitverkocht. Dus eigenlijk wil je op dat moment gewoon, je wilt gewoon leden creëren, want dan kan je als festival natuurlijk ook gaan groeien. Als jij gewoon zegt van we hebben een series van 4 events per jaar, koop je paspartout, bam, dan weet je gewoon hoeveel mensen er komen. Nou, dan kan je ook je budget erop aanpassen en dan kan je veel harder gaan doorgroeien. Die kan met elkaar communiceren op deze manier. Dat zou ook kunnen, maar ik vraag me af als je naar een dancefestival gaat of je daarna met elkaar in een videocall gaat zitten. Snap je wat ik bedoel? Ja, je weet het niet. Als mensen elkaar leuk vinden. Ja, dan moeten ze misschien gewoon een date plannen. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Maar wie was dat ook alweer? Dat kan interessant zijn, ja. Maar zo heb ik er zelf nog nooit over nagedacht. Maar kijk, dit hele denken. Ik vind het wel mooi, want kijk, dit hele denken, dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil eigenlijk dat zeg maar, de eventindustrie dus. Ook de festivalindustrie. Kijk, ik had op een gegeven moment een kaartje met Ticket to the Tropics. Bij Paradiso kon je een pas bestellen, kon je het hele jaar door voor één bedrag kon je naar allemaal events toe. Covid, bam, alles gecanceld. Nou, nu 2 jaar later hebben ze gezegd, nou, je mag nog steeds met die pas mag je naar die concerten toe. Ze weten dus dat er een aantal mensen komen, dus ze
op die events. Dus ook al zeg maar gegarandeerd inkomsten voor drankjes, whatever. Maar dat is precies een voorbeeld hoe het eigenlijk in de event muziekindustrie wordt toegepast. Ja. Al doen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Gewoon aanbieden, kijken of mensen het kopen. Wat hebben we gedaan? Wat we dus ook zien is het chatrooms. Dus heel simpel. Hierna nog doorpraten over dit event kan je bijvoorbeeld doen in een chatroom. Mensen willen zelf dingen aanmaken en dingen on demand beschikbaar stellen. Dat betekent niet dat je de hele dag door moet gaan binge-washen op een event community platform, daar geloof ik echt niet in. Alleen je moet wel dingen kunnen vinden op het moment dat je ze nodig hebt. Als je het interessant vindt en daar meer over wil leren, kijk, dan kan je op Google intypen Always On Event, alwaysonevent.com. En daar hebben we eigenlijk gewoon één website gemaakt met alle informatie over deze movement. Om te zorgen dat de eventindustrie omturnt naar Always On Events en dat er een stukje meer future-proof wordt. That's it. Als jullie vragen hebben, ik weet niet of er nog tijd is, misschien niet. Heeft iemand vragen? Ik kan ook buiten. Thanks. Ik hoop dat het wat geïnspireerd heeft. Ja? Top.